In deze video ga ik deze look die ik dus op heb, mijn everyday look, laten zien hoe ik die doe. En nog wat nieuwe spulletjes die ik heb gekocht, die ik heb toegevoegd nu aan mijn nieuwe look. Die ga ik ook laten zien. En ja, ik wens je gewoon zoveel plezier. En hopelijk kan ik jou inspireren en helpen ermee dat jij ook denkt van, misschien kan ik dit ook proberen bij mezelf. Of dit wist ik niet. En dit helpt mij zo goed. Laat het ook echt weten in de comments. Want ja, dan kan ik ook weten wat ik goed doe. Wat ik beter kan doen. Dus veel plezier. Als eerst begin ik altijd met mijn huidverzorging. En daarvoor gebruik ik de Estée Lauder Daywear. Deze serum van Origins en deze oogcreme momenteel van Clarins, de gel contour des jeuks. Dus dat gebruik ik, dat doe ik meestal in de ochtend op. Later ga ik dan even koffie maken en dan doe ik mijn lenzen in, want anders zie ik heel slecht. En dat vind ik ook altijd beter, omdat als je ogen gaan tranen, dan heb je ze tenminste van tevoren ingedaan. Dus hoe ik uiteindelijk dan begin is, ik gebruik deze primer van Laura Mercier. Die doe ik dan op. Daar zit ook een SPF 30 in. Siliconenvrij, heel fijn. Dus ik gebruik altijd zelfbruiner op mijn lichaam, maar niet op mijn gezicht. Omdat ik dan vind dat mijn make-up ook een beetje te donker wordt. Dus dat doe ik dan nooit. Ja, de primer moet even intrekken. Maar ja, ik begin altijd sowieso met mijn ogen. Dus dan heeft het altijd tijd om in te trekken. Ik gebruik de concealer van Too Faced. Ik gebruik twee kleuren. Als eerst doe ik altijd de porselein, omdat die wat warmer is. En die breng ik dan gewoon even een beetje zo aan. Want dat corrigeert dan ook gelijk een beetje dat paars. Want zoals je kan zien is het wel erg paars. En dan breng ik dat over heel mijn ooglid aan. Je kan ook voor een primer kiezen. Ik gebruik wel eens die van NYX, die is best wel goed. Het is echt raar om mezelf zo op te maken trouwens. Het is echt niet mijn plekje. Maar ja, ik moest even een leuke setting bedenken. Voor mijn soort van eerste YouTube filmpje. Dus ja, dat doe ik dan zo. Goed in de hoeken, ook hier zo. Ik hoop dat ik het goed zichtbaar kan doen. Want ik doe dit namelijk nooit met een camera aan. Dus dan veeg ik het even goed uit. Maar dan pak ik toch nog even de spons. En dan blend ik het. Het ziet er echt heel grappig uit nu. Maar zo doe ik het altijd. En uiteindelijk smelt het allemaal mooi samen op het einde. Zo, geblend. Loopt die camera nog? Ik ben echt bang dat die uitvalt ineens, omdat het te lang duurt natuurlijk. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Wat ik daarna doe is, ik poeder het af met de middelste kleur van Anastasia Beverly Hills. Kan ook met een loose powder. Vooral als je een hele natuurlijke look wil en eigenlijk niet van oogschaduw houdt, dan kan je ook gewoon een beetje loose powder gebruiken. Dan voorkomt het ook het creasen en dat je ooglid, sommige mensen hebben dat heel erg, dat hun ooglid hier zo vettig wordt gedurende de dag. Daarvoor is dit goed. Nou, dan heb ik dat gedaan. Dan doe ik als eerst met deze van Charlotte Tilbury. Sorry, mijn paletten zien er altijd heel verkracht uit. Ik weet niet of ik dit woord mag zeggen. Wacht. Mijn paletten zien er altijd een beetje heel erg gewerkt uit. Want ik doe altijd van alles ermee. Ik gebruik ze gewoon echt efficiënt. Dus daarom spreek ik ook lekker hierop. Mensen vinden dat altijd heel zonde. Niet iedereen, maar sommige mensen denken, oh nee, dat palet. Ja, het is toch gemaakt om te gebruiken, niet om naar te kijken.
Zo zou mijn moeder het echt zeggen. Nou ga ik zeg maar, ben ik zeg maar in de kleur gegaan. Dat moet ik ook natuurlijk laten zien. Ben ik in deze kleur gegaan, een soort van bruin date. En dan doe ik nog even een beetje hier. En dan ga ik daarmee mijn eyeliner maken. Dat stippel ik heel zachtjes tegen de rand aan. Oh, ik zie echt niks zo. Ik moet even wat dichterbij. Mijn spiegel staat altijd zo recht voor me, maar dat kan op dit moment niet. Dus ik kijk nu naar beneden. Zo. Zachtjes tegen de rand aan. Ik zelf heb best wel hooded eyes. Niet hele grote oogleden, dus ik creëer maar een beetje wat. Want ja, dat vind ik gewoon leuk. Dus ik doe zo min mogelijk eyeliner, zo dun mogelijk dat je echt mijn ooglid blijft zien. Want hoe verder ik ga met mijn eyeliner, hoe minder ooglid je dadelijk ziet. Dus ik doe hem echt altijd best wel dun. En op het einde doe ik hem wel wat dikker. Want dat vind ik wel leuk, dan krijg je een beetje zo'n foxy eye. Ik ga het even zo doen, anders zie ik het echt niet wat ik aan het doen ben. Dan heb ik hem iets langer. Kijk ook lekker in die spiegel die ik net helemaal vies heb gemaakt. Ik moet nog echt een handigheid vinden in dit. Dus vergeef me daarvoor. Heb ik nu gedaan? Yes, girl. It's okay. Ja, dit is het. Nou, wat ik dan doe, is ik breng een klein beetje mascara aan. Het beste is om je ogen niet vies te maken, om je spiegel schuin een beetje naar beneden te houden. En dan kijk je erin. En dan maak je het minst je oog, zeg maar, vies met mascara. Want er ontstaat gewoon heel veel ruimte hierboven. Dus zo kan je dat, zeg maar, doen. Dat is echt een leuke tip. Ik heb zelf niet echt hele lange wimpers. Ik maak ze alleen een beetje zwart voor de lashes. Ik heb deze lashes van Queen Tarsi. De naam is Ella. Ik ga even mijn wimperlijn pakken. Ik gebruik nu momenteel die van Catrice. Nou heb ik op de rand heb ik de lijm zo aangebracht. Gewoon met het applicatortje. Je brengt het dus zo aan op de rand. Wat ik eigenlijk ook doe altijd. Dat is echt mijn trucje. Ik heb zo'n heel raar kwastje. Dit is zo'n silicoon. En daarmee doe ik dan toch nog eventjes waar ik mijn eyeliner heb aangebracht. Een beetje zo lijm. Want als dat zo meteen opdroogt. En ook op die wimpers, dan kan je ze gelijk op de juiste plek, dan blijft die gelijk kleven. En ik heb het gevoel dat als ik dit niet doe, dat het echt wel wat sneller losgaat in de hoeken. Dus dit is echt een hack, een life hack. Dan ga ik even wachten. Ik heb hier nog een hele mooie waaier. Dan kan ik even entertainen. Ik kijk altijd helemaal recht en dan plak ik ze. Maar nu moet het wel. Maar dit is trouwens echt heel handig voor als je wil beginnen met plakken. Dan kan je best naar beneden kijken. Voor mij is dat nu echt lastiger. Dus ik ga even wat lager. Excuses daarvoor. Anders kan ik het zelf echt niet zien. Ik weet echt niet. Eigenlijk nu pas merk ik hoe eigenlijk meiden van YouTube zeg maar echt wel een... dat setting echt heel belangrijk is. Waar moet je iets zetten? Hoe moet je iets zetten? Daar moet ik nog eventjes een handigheidje in vinden. En als ik dat heb, dan zal ik dat zeker filmen. Want dan kunnen jullie dat ook, of jij, ik praat natuurlijk tegen jou. Ik vind het altijd grappig als ze zeggen jullie, maar ik zit altijd alleen. En ik heb dat eigenlijk van Marco geleerd. Er zit meestal één persoon naar jou te kijken, dus dan praat je eigenlijk met diegene, niet met de hele groep. Maar uiteindelijk in reality kijken natuurlijk meerdere mensen op andere plekken. Dus dan is het ook wel weer wel zo natuurlijk. Lol. Oké. Wimpers zitten erop. Nu doe ik concealer op. Waarom doe ik dat eerst? Omdat dan aan de onderkant
dan heb je iets meer dekking hier zo. En dan kan je later kan je oplichten. Ik blend dat even uit met deze kleine kwastje. Of ach, zo, ik blend dat even uit met deze kleine spons. Jaar later. Moet echt heel goed blenden. Alles uitstippelen. Elk klein hoekje. Dat doe ik ook met mijn foundation. Zo, kijk eens aan. Dan heb ik dit geblend 200 jaar lang. Ik ga vandaag 1W1 opdoen, want ik ben echt licht. Het is winter, ik word steeds lichter. En dat doe ik even op zo'n leuk plateautje, want hij is echt half leeg. Moet even eruit laten komen. Jip. Ook lekker zo. En dan doe ik een klein druppeltje erin. Dit is een body Dior Backstage Universal 001. Dit is een soort van highlighter glow. Maar ik heb gemerkt als ik dat erin doe, een beetje, dan is die wat minder droog. Dus dan doe ik even zo drup. Wat ik dan doe is, ik meng het eventjes. Hup. Nou, ik doe het even zo. Ja. Pakketje. Marco, wil je mijn pakketje pakken? Alsjeblieft. Het gaat niet gebeuren. Ik moet nu zo de deur open doen. Oh my god. Nou, geen reactie van Marco. Licht terug, licht. Mijn ritualverstelling. Dat is eigenlijk deze, maar dan in het blauw. Die heb ik besteld. Doet die focus het nu goed? Hallo? Ja. Zo, ik ben echt gelijk moe van die trap, jongen. Ik moet echt sporten. Laat Marco dit maar niet horen, want dan gaat hij me helemaal terroriseren. Nou, en dan stippel ik overal deze foundation. En zo nu. Dit is echt eigenlijk mijn favoriete foundation al jaren. Want deze never let me down. Feestjes, heel de dag blijft het gewoon zitten. Dat heb ik met andere foundations ook wel een beetje. Omdat ik toch wel een normale huid heb. Maar deze echt, als ik altijd in de spiegel kijk, later op de dag, denk ik, wow, hoe bestaat het? Dus ik ben echt fan en ik wil echt dat dit nooit eruit gaat. Ik ben echt bang. Soms ben ik bang. Er is heel lang is er korting op deze foundation, dat maakt mij bang. Dan denk ik, dadelijk gaan ze hem eruit halen. Of dadelijk gaan ze die formule, gaan ze die verpesten. En dan komt mijn foundation nooit meer terug. Dus zo dan, hè? Ook de voorhoofd. Uitkijken een beetje voor de haargrens. Pak altijd toch nog even dat kleintje. Dat moet wel heel mooi erin, vind ik. Dan pak even dat puntje even zo. Inderdaad. Nou, ik heb dus dit. Face and Body Foundation is dit. In 4,5W. Normaal heb ik 5W. Maar die is op. Dus ik gebruik nu deze. Ook mooi. Doe ik weer op dat bord, zeg maar, zetten. Ik weet niet of dit te veel informatie is trouwens. Maar ik laat gewoon helemaal zien hoe ik dat doe. Ik heb dan zo'n fluffy brush van Real Techniques. Het is zo'n contour brush. Ja. Dan doe ik dat even zo erin. Beetje ook uitdeppen, ik wil niet te veel. En dat gebruik ik dan hier, want dat vind ik altijd veel mooier. Het lijkt dan wat natuurlijker, zeg maar. Ik doe er niet echt mee contouren, ik doe er eigenlijk mee bronzen. En dan ontstaat er uiteindelijk toch hier dat het lichter is. Ik contour niet echt heel graag. Ik doe dat op deze manier. Dus een beetje zo. Ik ga ook niet te hoog, want ik wil daar niet
te warm maken. Volgens mij hoor je me echt kapot hard ademen van die trap nog. Oh lord, no. Ik was echt wel goed bezig een tijdje. Ik ging naar de sportschool. En toen, oh mijn god, hij is bij Indie Foundation gekomen. Zie je, dan let ik niet op. Ga ik gelijk een verhaal vertellen hier in Nederland. Nee, komt goed. We can fix everything because we are pro. You know. Zo. Ja, dit is ongeveer wat ik dan doe. Dan doe ik dat ook hier bij mijn neus. Heel lichtjes. Dat ziet er nu allemaal een beetje gek uit. Maar ik ga nu die lichtere concealer aanbrengen die ik heb. Daarmee doe ik dan een beetje een soort van oplichten. Oké, dit is het. Helemaal top. Dan heb ik dus die Too Faced concealer in de kleur Swan. En die breng ik dan hier aan. Hier. Hier een klein beetje. En hier op het einde. Ik doe hier ook nog een beetje. Ik zie dat ik hier wat licht nodig heb. Dan pak ik die kleinere spons. Deze sponsjes zijn trouwens allemaal van Real Techniques. Ik vind die echt super fijn. Ik hou echt van die platte zijde. Daar zonder kan ik echt niet leven. Die vind ik echt heel fijn. Dus zo'n beauty blender is niet echt handig voor mij, vind ik. Ik hou echt van die platte kant. Kijk, en dan doe ik het ook echt zo langs mijn neus hier zo. Dan krijg je al automatisch die streep. Omdat je daar al een beetje dat bronzer hebt aangebracht, soort van. Met die foundation. Dat is echt mijn truc, zeg maar. Waarschijnlijk hebben andere mensen die truc ook. Maar, oké. Oh, ik zo. Oh, jeetje, Nina zeg. Kijk, dan ga ik weer zo, ook langs die rand van mijn neus. Dus dan heb je al, ja, mijn neus doe ik wel een beetje soort van contouren, maar op mijn gekke manier. Dan blend ik hier ook nog steeds uit. Ik hoop echt dat je het goed ziet. Ik moet echt in de lens kijken. Sorry. Excuse me. Ik kijk elke keer omdat ik dan wil weten hoe het eruit ziet. Je mag er komen hoor. Waarom heb je mijn pakketje niet gepakt? Oh, pakketje. Ja. Ik ga naar beneden nu. Ik heb hem al lang gehaald. Ik deed open met halve foundation op mijn gezicht. Ik zei tegen die meer, ben mijn eerste tutorial aan het opnemen. Toen zei hij, oh echt. Geblend. Oh ja, ik had nog even de foundation spons gepakt. Om het toch nog even erin te blenden. Wat zachter te maken allemaal. Een beetje te blurren. Wat ik daarna doe is, ja, dit is echt een fantastische setting powder. Ik was niet altijd fan van loose powders, maar de laatste tijd wel. Ik heb Sugar Cookie. Dit is dus die van Huda Beauty. Dan gebruik ik die spons die ik heb gebruikt voor mijn concealer, maar dan gebruik ik eigenlijk altijd die kant. Maar nu ga ik hem omdraaien en dan ga ik deze kant gebruiken, want deze is gewoon droog. Deze heb ik niet gebruikt. Dat is beter, want als er dan nog foundation of concealer aan zit, dan wordt het echt een beetje gevlekt. Dus dat zou ik niet doen. Dus gebruik echt een kant waar je niet je concealer mee hebt gedaan. Dus gewoon echt een droge kant of desnoods pak een ander sponsje. Dan dep ik dat zo in. Dat doe ik vlak nadat ik het heb aangebracht, want dan namelijk heb ik nog niet zoveel gelachen en gedaan. Dus dan heb je de minste lijntjes en dan kan je het gelijk lekker zo erin drukken. Dit is hoe ik het doe. Ook precies hoe ik het bij mijn neus zo deed, langs de kant. En ook hier zo. Ik heb natuurlijk hooded eyes, dus als ik lach en zo kijk komen er best wel veel lijntjes. Dat vind ik zelf niet erg. Ik vind het niet erg dat er
ja, structuur is. Dat is gewoon menselijk. Ik heb ook gewoon voorhoofdlijnen en dat is helemaal oké. Als je gewoon goed je make-up doet, dat het niet het ergste accentueert, dan is het niet erg, vind ik. Sommige make-up maakt het wel lelijker. Maar dat komt ook door bepaalde, ja, stappen en welk product past bij je huid. Ik vind dit altijd een goede combinatie bij mijn huid. Dus dan heb ik dit gedaan. En de rest poeder ik nog niet af. Want ik heb gemerkt, als ik het echt afpoeder, allemaal, dan wordt het zo smooth en glad. En dan pakt het niet mijn blush en mijn bronzer hoe ik dat wil. Dus daarom doe ik dat nu zo. Ik gebruik deze blush van NARS. Ik maak eigenlijk een hele combo met blushes. Dus ik begin met deze. En dan breng ik dat hier aan. Sommige mensen houden ervan om het meer hier aan te brengen. Maar ik vind het echt leuk om het in mijn gezicht te zien. Ik vind dat gewoon cute. Dus ik doe het altijd wel een beetje naar voren brengen. Maar niet ieder gezicht zou dat leuk zijn of ieder smaak zou dat willen. Dus dit is dan wat ik doe. Ik heb hier echt een brush die niet heel bekend is. Dit is volgens mij van de AliExpress, maar is gewoon echt heel fijn. Ik kan eigenlijk met best wel veel brushes werken. Als ik ze gewoon lekker zacht vind. En ook wel, ik test altijd of ze niet te slap zijn. Dat ze niet helemaal ombuigen, want dan ja, gaat het natuurlijk niet werken. En er moet natuurlijk echt een hele mooie, hoe kan ik dat het beste omschrijven? Dat de haren goed bij elkaar zitten. En dan krijg je het best wel gepigmenteerd erop. Nou, wat ik dus altijd ook nog doe, dit is echt een hack die ik zelf heb verzonnen. Dat is dus een oogschaduw van Kiko. Dit is een oranje oogschaduw. Er zit een kleine glittertje in. Misschien kan ik het even dichterbij doen. Dat kan je denk ik net niet zien, maar die glitters zijn heel subtiel. Maar die gebruik ik dus heel graag, omdat het toch je blush wat meer peachy maakt. En dat vind ik altijd echt heel leuk. Ik gooi dit altijd over alles heen. Ook over mijn bronzer doe ik dit meestal. Dus ik gebruik het later. Ga ik het nog meer op mijn gezicht aanbrengen. Maar zo begin ik dan altijd. Dan kijk ik hoeveel ik nodig heb. Kijk, en dan krijg je al best wel een super mooie koraalachtig peachy cheeks. Ja, je zal gek vinden. Ik heb nog steeds mijn wenkbrauwen niet gedaan. Maar die doe ik eigenlijk bijna als laatst. Ik was dus in de Kiko. En toen zag ik de Holiday Collection. En dan koop ik natuurlijk altijd die beroemde oogschaduw glitter. Want die koop ik elk jaar. Die vind ik echt fantastisch. Deze is van vorig jaar. Die heet Champagne Diamond. En nu heeft hij een andere naam. Maar die heb ik even niet hier zo. Oh ja, wel. Ik heb hem wel. Die heb ik even hier. En nu dit jaar heet die Gold in the Air. Ik moet zeggen, ik heb hem geswatcht en ik zie wel een klein beetje verschil. Ik vind die van vorig jaar echt veel mooier eigenlijk. Er zit net wat meer sparkle in. Dus ik ben een beetje, ja. Maar ja, ik zag dus ook een mooie bronzer. Graved Sienna nummer 2. Kijk hoe schattig. Kan je zo in je boompje hangen. Maar ik ging die dus swatchen in de winkel en ik dacht, zo, dat is een mooie tint. Het heeft zeg maar zo'n goudachtige bronstint, maar echt meer aan de goudgele kant in plaats van de oranje rode kant. Dus ik was echt helemaal weg ervan toen ik het op mijn hand deed. Dus ik ben echt benieuwd. Nu ga ik hem voor het eerst op mijn gezicht doen. We gaan het nu zien. Ik ben echt benieuwd. Ik ga even die spiegel toch iets hoger zetten, want ik zie mezelf echt heel slecht. Dat is niet erg, hè? Nee, dat is niet erg. Zo'n klein beetje. Oké, daar gaan we dan. Ik heb deze brush van Zoeva 127 Luxe Sheer Cheek. Echt in de camera kijken, Marco. Oeh, deze ruikt echt lekker. Ruikt echt naar parfum. Weet niet of dat goed is. Maakt niet uit voor deze keer. Ik ga niet dood.
Wow. Wow. Zeer gepigmenteerd hoor. Voorzichtig. Zo is echt een mooie kleur. Ja, inderdaad. Even een beetje blenden. Ik hou er niet echt van dat het te bruin is. Je kan het altijd weer gebruiken, weet je. Als je jezelf niet afgepoederd hebt, kan je altijd even blenden en dat soort dingen. Dat kan niet meer als je jezelf helemaal gezet hebt. Dan gaan we hier ook. Echt leuk deze. Nou, ik kan het zien. Het is inderdaad een beetje goud. Bruin. Maar toch meer aan de... Echt een andere tint als normaal. Echt een hele andere tint. Meer de gelige tint. Ik vind dat wel leuk. Soms mis ik toch net die speciale warmte die heel veel bronzers niet hebben. Doe ik ook een beetje op mijn oor. Vind ik altijd belangrijk om die ook even een beetje zo mee te pakken. Dan komt het toch wat meer samen met je gezicht. Want hier heb je natuurlijk donker en dan valt dit ook een beetje leuk mee. Ja, zal ik dit ook als hier doen? Ja, ik ga dit ook even hier doen. Normaal doe ik hier contourspul. Ik doe ook een beetje van dit hier. Echt eronder. Zodat je kaak een beetje geaccentueerd wordt. Mijn kleine kin. Ja, Marco controleert even of alles in orde is. Oh, gaat de focus weg. Ja, echt, dan gaat hij ineens op jou. Ja, ja, heel leuk, heel leuk. Nou, deze gebruik ik dus ook everyday. Dit is de Bahama Mama van De Balm. De Balm. Waarom moest ik het zo zeggen? Wacht, ik gebruik even dit spiegeltje. Die doe ik onder mijn oog. Ik hou daarvan. Beetje lekker bruin hier zo, bronzie. Ik vind dit echt een perfecte kleur. Hij is niet te warm, hij is niet te koud. Ik vind hem echt fantastisch. Maar als bronzer, zeg maar, om op mijn gezicht te doen, vind ik hem niet zo fijn. Ik vind hem wel een beetje structuur geven, een beetje vlekkerig. Dus ik hou het op oogschaduw met deze zelf. Wordt een paar keer gedaan, niet heel slecht om later nog... Bijvoorbeeld stel, ik wil een klein contourtje nu hier zo, dan is het niet zo heel erg. Stel ik wil hem even een beetje aanzetten hier, dan kan het wel. Kijk zo. Beetje bij je neus. Dan ga ik deze ook weer gebruiken om een beetje hier aan te brengen. Alleen op het einde. Ik ga niet naar voren. Alleen hier. Hier zo. Ja. Heel lichtjes. Kijk, want dan blijft je ooglid groot. Als ik te veel naar beneden ga, dan wordt die kleiner en kleiner en kleiner. En ik wil het hier in het midden, zeg maar, ook gewoon lekker licht houden. Dat maakt je oog ook mooi open. Yes. Nou, zo doe ik dat dus. Oké, nu ga ik mijn wenkbrauwen doen. Maak ze even schoon met dit doekje. Normaal gebruik ik die van Anastasia Beverly Hills, de Brow Freeze. Zo, dit hoorde je volgens mij echt heel hard, want die microfoon ligt gewoon hier. Excuus. Schoonmaken. Normaal gebruik ik dus deze van Anastasia Beverly Hills, de Brow Freeze. Maar vandaag ga ik even Morph opdoen. Die is een stukje goedkoper. Die is 8 euro. En dan heb ik zo'n wegwerpsel. Kan je eigenlijk ook weer schoonmaken en weer herbruiken.
En dan kam ik alles lekker omhoog. Ik heb deze al een paar keer ook bij klanten gebruikt en het was super goed. Dus ik ben echt zeer tevreden, nu voor het eerst bij mezelf. Ja. Het maakt echt geen verschil, moet ik eerlijk zeggen. Ja, lekker naar boven kammen. Ik doe het niet te hoog. Een beetje op een... Toch dat die gelift is, maar niet te veel naar boven. Ik heb mijn wenkbrauwen ook lekker geverfd, want dan komen ze wat mooier naar voren, de haartjes. Misschien kan ik daar ook een video over maken. Als je dat leuk vindt, laat me weten. Dan kan ik dat filmen. En over haar of dat soort dingen, kan ik ook laten weten. Nu zie je niet echt wat ik heb gedaan, maar ik heb een beetje leuk gedaan. Strakjes, zul je zien. Ja, dan wacht ik even. Wat ik dan altijd ga doen is gewoon lekker mascara aanbrengen. Volgens mij zeg ik lekker echt heel vaak. Lekker. Oh ja, de mascara van Kiko. Ik heb deze cadeau gekregen van Patricia, mijn nichtje. Zij is zo lief. Zij geeft mij soms iets. Dat geeft me altijd heel veel. Maar dit is dus de Active Effect Volume van Kiko. Ik hou altijd wel van dat kerstboomachtige figuur. Want dan is die ook een beetje dun aan de voorkant. En dan kan ik even erbij, weet je. Te dikke kwast vind ik niet zo prettig. Heel klein beetje onderkant. Niet te veel. Ik kijk altijd recht in de spiegel bij deze. Eigenlijk had ik eerst de onderkant moeten doen en dan de bovenkant. Maar ja, ik ging al lekker mijn ding doen hier zo. Zo. Dit is hoe ik het doe. Nou, daar heb je het al. Zijn al die geluiddingen nog aan? Ze gaan bijna op, denk ik. Ze moet echt opschieten, jongen, voor mijn leven. Waarom denk je dat ze opgaan? Ja, omdat ik zag het veel te lang aan het filmen. Nee, dat kan echt wel. Ik laat het weten. Oké. Ik ga snel praten, ja. Ik gebruik deze van Anastasia Beverly Hills, de Dip Brow in Dark Brown op dit moment. Eerst gebruikte ik chocolate, omdat die wat warmer is. Maar sinds kort heb ik deze weer opgedaan en dacht ik, oh, dat is ook niet slecht. Dit penseel is van Douglas Collection. Douglas zelf. Ik weet niet of ze hem nog hebben, want ze waren in de uitverkoop. In van die setjes ook. En toen ben ik gewoon helemaal losgegaan. Bij de Dirk hadden ze dat ineens. Ik dacht, yes. Dit is nummer 49, het Brow Definer. En het heeft echt zo'n vierkant. Maar hij is gewoon super dun. Je moet altijd, zeg maar, opletten dat hij echt heel smal gaat. Nou, ik heb deze al super lang. Dus ik doe hem altijd een beetje... Ja, doe ik een beetje... olie erbij. Dit doe ik normaal echt op deze manier. Dus hoe mijn haren staan, zo ga ik hem, zeg maar, ook de beweging maken. Dus ik ga gewoon mee eerst met hoe het allemaal gaat. Dat is eigenlijk het allermakkelijkste. Zo dan. Zie je mij nog? Die ga ik een klein beetje hoger. Zo. Nou, dat is dus het verschil al. Gaan we naar die andere kant. Het is altijd makkelijk als je even je wenkbrauw verft, want dan zie je je haren ook beter. Tenminste, als je zulke lichte haren hebt. Ik heb best wel lichte haren. Het zijn echt, niet blond, maar donkerblond. Maar toch wel heel fijn en licht.
Als je ze even verft, dan zie je ze super goed. En dan ga je er gewoon lekker even zo tussendoor. Lekker, hè? Marco, wat eet je? Ei. Marco eet elke dag ei. Zijn holy egg. Zo. Soms als je uitschiet of zo aan de onderkant, dan is dat helemaal niet erg. Want dan kan je gewoon met concealer een beetje recht trekken. Yes, the brows, they are alive. Ja, ik ga een beetje concealer aanbrengen. Ik pak even die swan kleur van Too Faced, heel lichtjes. Dan gewoon precies waar het eigenlijk ook eindigt. Ik ga geen andere vorm maken, maar gewoon toch dat die net wat opgeruimder lijkt. Wanneer je dan zo aan het tekenen bent, heb je soms even dat je uitschiet. Dan is dit een fijne oplossing. Even mijn vinger zo, ja. Nou, that's it. Nu heb ik hier een super mooie Kiko product weer. Sommige dingen van Kiko zijn echt goed. Foundation gebruik ik niet, maar sommige poeders, glitters of oogschaduws vind ik wel echt heel mooi. Dit is Glitter Baked Face Highlighter. En ik weet niet of je dat kan zien. Ik hoop dat je het zag, maar er zitten wel glitters in, maar heel fijn. Maar dit geeft je huid dus echt een super mooie glow, vind ik ook. Een healthy, fresh look. Dat brengt dan altijd een beetje zo aan bij mijn voorhoofd hier. Dat voegt echt wel wat toe hoor. Ik vind het echt leuk. Beetje op mijn kin. Ook een beetje hier. Daarmee poeder ik het hier even een beetje af. Dat is wat ik ermee doe. Gaan we highlighter gebruiken. Ja, deze heb je hier niet in Nederland. Maar ik gebruik deze eerst. Dit is van Fenty Beauty. Girl Next Door. En Cheek Brick. Grappig. Dan maak ik gewoon een mixje. En dan breng ik dat hier aan. Want dit is een beetje rozig en een beetje met een gouden glitter. En dat is best wel mooi op je blush, zeg maar. En dan uiteindelijk, hoe ik dan zeg maar mijn highlighter nog meer pop, is deze. Dit is echt mijn lievelingshighlighter. Zit hierin van Anastasia Beverly Hills. Nicole Guerrero. En dan gebruik ik meestal een beetje een mixje. En die doe ik dan onder mijn wenkbrauw. En een beetje hier. Wat ik nog meer doe is met deze kleur ga ik in mijn ooghoek. Hier zo. Het zou toch echt leuk zijn als ik zo kon kijken in de camera en dan gewoon precies mijn make-up zo kon doen. Alsof het de spiegel is. Ik heb hier zo'n moedervlek. Die breng ik even een beetje tot leven. Daar is die weer. Dan laat ik nog even zien wat echt mijn hack is. Die ik altijd gebruik. Ja, hier. Die Kiko eyeshadow van de Holidays. De Champagne Pop. Die er nu weer is. Die doe ik heel klein beetje hier. En dan bij mijn neus. Dan krijg je een beetje zo'n wet look. That's so nice. Ook weer een nieuwe oogschaduw van MAC Cosmetics van de Holiday Collection. Iets donkerder als die van Kiko. Super mooi.
Die doe ik een beetje op mijn oog hier. Dit is eigenlijk mijn everyday look, maar dan zet ik die Kiko zet ik dan hier. Maar vandaag zet ik even deze hier. Wel een beetje leuk. Ga ik even mijn lippen doen. En dan zijn we ready to go. Ik heb even die van Action. Het is een wenkbrauwpenseel. In de kleur 291 blond. Die blijft echt niet lang zitten, maar dat doe ik even nu. Ik gebruik deze wel vaker hoor. Ik vind deze best wel een mooie kleur hebben. Maar hij gaat alleen heel snel weg. Dat is natuurlijk voor je wenkies. Maar dan gaat hij ook op je wenkies weg. Haha. Zo. Ik overlijn altijd. Vind ik leuk. Ik kan helemaal niet praten als ik mijn lippen doe. Want anders gaat het helemaal fout. Waar is mijn lipstift? Hier. Deze unieke lipstift. In mijn tas heb ik de kleur Mid van MAC. Die vind ik echt heel goed. Die gebruik ik eigenlijk altijd. Maar deze heb ik nu even hier. Die lijkt er super erg op. En dit is wel een kleur die niet meer verkrijgbaar is. Feeling Sentimental. Ik gebruik altijd dezelfde soort lipkleuren. Ja, en dit is het eigenlijk. Even die haren losgooien. De look van de dag. Laat me die spiegel even wegzetten. Laat me een beetje dichterbij komen. Op dit kanaal wordt alles besproken over make-up, tutorials, hoe je iets kan doen met make-up, nieuwe producten, huidverzorging. Wil je dit niet missen? Druk dan op het belletje en abonneer op mijn kanaal.